Dit is Bonshout. Bonshout. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt. What up, it's your boy Excellent Man. Kwartfinale event en een van de kwartfinale battles is gearriveerd, man, publiek. Jullie zijn active, of niet? We komen steeds dichter bij die finale. Eén van deze heren gaat een stap verder. De andere gaat naar huis, helaas. Weet je, maar sowieso strijden dat ze ver zijn gekomen, man. Lubrano, what's up? Miss Lubrano, abonneer op ons kanaal en volg ons op social media. Ja, zo. Rapper, kwartfinalist aan mijn rechterkant. Nick fucking Veen, probeer deze keer niet in slaap te vallen bij mijn tegenstander, alsjeblieft. Thanks. Aan mijn linkerkant. Chopper, SGD, laat je horen. EP. Nick Veen wil beginnen. Oké dan, als jullie Nick Veen nog één kwartfinale waarde doen. Hey yo, ik ga er niet profiteren, deze zondaar is kansloos! Hey, de winnaars gaan door. Man, waar is Baldo? Dus hij was wat bars vergeten. Hij schreef de mensen nog sikke lijnen. Jij onthield al je bars, maar was vergeten iets diks te schrijven. Dus dat Baldo op zijn telefoon begint te kijken, kan ik dan op zich begrijpen. Hij matchte jou en probeerde je de rest van de battle naar links te swipen. Hij wist niet eens dat je kon battelen. Daarom leek het een zwakkere performance. Terwijl deze bitch van huis uit niet mag praten als de mannen aan het woord zijn. Dus hij belde je vaders kebabzaak zo van ja, hij kon prima op tijd die kapsalon bezorgen. Maar hij staat er al op 10 minuten en het is een beetje ongemakkelijk aan het worden. Ike moest Steve Harvey op hem gaan, zodat deze huilenbalk zijn back houdt. Want volgens de jury won hij met die choke. Jouw hele ronde was een tabout. Terwijl je zo stoer van de straat praat, dan proef je de straat maar. Laat je de grond eten. De vloer is baklava. Of blaas jezelf op en krijg soortgenoten die eveneens maagdwezen. Trek aan het touwtje van je gordel en word wakker op een TSP slaapfeestje. Daar kan je je dromen leven in sprookjes waarin je de wind steelt van een opa. Want na 1000 Arabische nachten kon Ali Baba pas 40ers roven. Dus dat Aiki belde dat jij door was kon ik niet begrijpen. Ik hing de telefoon op en ben voor Jeeves gaan schrijven. Want niemand wil jou hier. Je hebt je vriendjes van het voetbal zelfs thuis gelaten. Want als jij 2 tinten donkerder was, zouden ze hier oerwoudgeluiden maken. Time. Chopper, eerste ronde, kwartfinale. Let's go. Vandaag neuk ik jou. Pop Jorren, kom later. Pop Jorren, kom later pas. Dat ik te laat kwam, zou je pak niet denken dat je Surinamer was. Ja! En bij de laatste 16 won hij van Pophond. En jij voelde je de shit, maar alles wat je toen zei was toch stront. En volgens mij is hij zijn avondeten daar vergeten. Je raakte Popjorren met niks. Het enige positieve wat je deed was die rare snuiter aandacht geven. En kom maar met die standaard shit van Chopper gaan aanslag plegen. Want ik maak het duister op een zondag en laat deze planeet op maandag spacen. Maar even een vraagje. Is jouw kapper dood? Hey, of haat je buitenlanders omdat we alle knipwerk pikken van je landgenoot? Jouw man heet Philip Giant, want je orospeer is kankergroot. Ze is behaard, heeft een staart met baard plus meer gewicht dan een partyboot. En jij ziet er altijd fucked up uit. Jouw wekker is de reden waarom er 's ochtends voor gekrijs is. Maar wat heb ik aan de wekker? Ik heb Miss Lubrano die mij elke ochtend wakker maakt wanneer het tijd is. Hey, en als Nick tegen mij battelt, voelde ik geen schadevergoeding. Niet omdat je mijn bodybag, maar kanker brengt met schadevoldoening. Je stopte die rode lul van je pa in je mond en dat was gelijk je smaak van het groen in. Jouw shit vliegt nog harder naar beneden als je dikke ma in een Transavia Boeing. Hey, en zijn cheat day
bestaat uit skere cola van Free V, een min 1 persoons diner op San Andreas spelen en cheats doen met CJ. Zijn ma is een meester in pijpen, ze wist zelfs een switch van blowjob naar BJ. En ze chapt zelfs de lul van Tim Beumers, ze beschouwt het zelfs als diner. En ik hoop dat die verrotte appel ver en hoog van de boom van zo'n cliché, dat ze zelfs wordt geneukt door alle behaarde ooms van Chicky. En net als QC, chap ik ook liever van die kipburger. Nou ja, vandaag is het niet halal, dus vandaag neem ik die Limburger. Time. Tweede ronde, kwartfinale, Nick Veen, let's go. Hoor ik daar, let's go. Luister, wij komen beide uit het oosten. Dus fret lightly alsof je een landmijn ontwijkt. Or you gon' get this work dicht bij huis als een arbeiderswijk. Chopper chop niks, pas die hak bijna mij. Het enige vernondige is hoe je mij op de ganglijst bekijkt. Want jij chopt niets in twee naast je gyros vlees. Gedwongen met een chopper gewoon cam als ISIS steeds. Money motiveert me dat ik hier nog spreek. Leg er cheese op en ik maak die gonde heet net als pizza ding. Jij hebt niets op veen. Ik verlies niet eens van mijn spiegelbeeld. Speel crimineel en breng vuisten naar je kin alsof je biceps traint. Pleeg met je team OV, nemen zij de piep als jij de bivak mee. Tot die lul ze s'avonds laat op straat zijn moeders niek opgeeft. Ja, kankerdom. Want jij dropte twee keer dezelfde, heb ik van je moeder geleerd. Heb ik van je, je doet het verkeerd. Oefen een keer. Ik wou de frame met als Arie Boomsma en een bloemetjescape. Maar ze kleedt zichzelf in een bodybag, dus dat hoeft dan niet meer. Maar fuck it, fuck it. Je moeder lijkt een Boku-san. Nou ja, de ogen dan. De rest is alsof er innerlijke douchegordijn naar boven kwam. Je moeder is geen mooie chick, die hoer is dik als Obelix. Met kaalgeschoren kanus en een hoofddoek op de bovenlip. Schaamt zich dood dat dit haar zoontje is, die zomaar zijn geloof verlinkt. Met zijn alcoholmisbruiker die het suikerfeest voor promo skipt. Feiten. Want de regels zijn religie, zij zijn reden om te liegen. Hij blijft het glas hard ontkennen als de Armeense genocide. Schande! Schande! Dus go, go, catch it, derde wereldse tradities. Zet die chopper op je hoofd en gaat de eer van je familie. Time. Ja, zijn jullie ready? Yes, in plaats van een bodybag geef ik jou een waardebon om naar de kapper te gaan. Als dat gelukt is, leer ik je hoe je een klapper moet slaan en niet een kapper moet slaan. En hij krijgt van mij een 5.8 als een kwart voor 6. Dit is geen 9 tot 5, maar vlak voor etenstijd als kwart voor 6. De finales zijn prijzig, dus reken dat ik er geen kwart voor zet. Want je moet shit kunnen bereiken en niet kicken met een kwart voor zet. Okay. Jij bent geen tuig van de richel. Maar tuig van de schimmel. Hey, en tuurlijk is hij blij dat de rondo terug is. Zo komt zijn kringspier weer tot leven om verkracht te worden in een cirkel. Dus het is een feit dat deze lijpe man goed pijpen kan. Een homo die van pijpen houdt en pikken graag bereidt niet. Maar als Sixtracks van jou win, is dat een reis richting mijn eigen land. En hij komt daar niet in, alsof jij daar zonder ID kwam. En Nick fix chicks? Nee, Nick lick pik of... Zit in wit als een flits in pix. Tik, tik, flits als je rits wordt geript. Ik hit, hit, kick, heb die shit in zicht. Jij fixt jouw nicht, dat is niks met kids. Of zit in shit als een dikpik, Nick. Je plast op haar, dat is een pislicht, bitch. Gooi een blik op dit als een Frits Brix clip. True story. En Jane heb jij geneukt. Eerste keus was in een deuk. Zij was kankerdun, daardoor zijn jullie twee nu in een breuk. Hey, true story. Dat hij de strijd aanging met keus om een wijf, maakt jullie beide geen echte mannen voor de winst te gaan. Want jullie hebben beide eerst een pussy nodig om zelfverzekerd in de ring te staan. Je fles een popjorden met een box, toch? Dat betekent dat hij zijn landgenoot in de rug steekt. Maar wij kunnen ook bieden voor een toezoek. En dat noem ik letterlijk een rugsteek. Ik hoef tenminste niet te acteren. Hij wel. En daarom heeft hij vaker de punch mee. Want hij is zo'n rare vogel. Dat hij zich aftrekt door personages van Runscape.
time, man. Oh, yeah! Luister. Verrassing, kijk. Dus ook in ronde 2 niks origineels. Als Chopper spreekt, is elke punch ouder als Tyson's boxing game. Dus geen gemekker door mijn rondes heen. Stop ermee. Ik klaar je in de ring en op de stage. Of slacht het schaap op het balkon als het offerfeest. Hij doet fucking breed, maar dan puur voor show. Want één beweging geeft je vol crisis als Gulen, bro. Krukendoos. Dat zou die brengen en het truc gaat zo. Ik lees 2 rondes van mijn telefoon en mag alsnog van de jury door. Ik hou het vuurtje hoog, dat weet het publiek ook. Met mij ontdek komt de kaart tot leven zoals Yu-Gi-Oh! Yeah! En een stucador, blaas het dak eraf, heet of top, brandalarm. Klappen dan, niet met een bokshandschoen, maar een pannenlap. Je bent de ring ingetrapt alsof het Sparta was, dus rol je op in de arena als het gras daar s'nachts. Afgemat, je bent wat je eet. Dus elke battle die je deed had je gamma dan. Snap je dat? Nee, dacht ik al. Wanneer jouw takken landt hebben bitches sowieso zo'n 15 stappen achterstand, maar... Die gastarbeider Engel, was lastig grap. Ik gaf je dat, tot je dalibars verklappen dat je het woord gast niet snapt. Ik bedoel, mooi dokter gast, bedankt voor dat. Maar als je echt zogenaamd de gast niet was, kom je binnen, doet je weg en je fuckt weer af. Dus. Ben je boos? Plukken roos, kut mijn goal en pak je kans. En pak je kans, sucker punch. Het stopt je shine buiten de kring als een lampenkap. Performance lijkt nog het accent zwak, want lines gaan over hoofden. Maar connect het thuis bij iedereen als een spanningsmast. Jij rapt met een zachte G uit Enschede. Gast, what the fuck? Pas als ik goed luister, hoor ik Nederlands erin als mama appelsap, ik. Oh, Ik leg de 50 neer in de hoop op een harde prestatie. Ik pak nu je plaatsje en krijg die money van Exo als alimentatie, want... Want terwijl ik voor het einde nog het beste heb bewaard, scherper is het zwaard, word je elke ronde minder als de levels op een taart. Ik zet je op de kaart, respect is op zijn plaats, mond geopend lever tranen, de ergste in de maand. Wat doe je met messen over straat? Bestekkel in de la of in de benen van je pasgeboren zusje, want dat is in jouw echterland normaal. Chopper, hoe bedenk je nou zo'n naam? Je hebt geen arsenaal, dus die naam kreeg je niet omdat je gangster was op straat, maar van je moeder. Vroeger, omdat je niet lekker bent met taal en denkt dat je een helikopter bent als je je propellerpetje draagt. Want Chopper is een kleine helikopter! Dat was hem. Chopper! Publiek, zijn jullie wakker? Ja! Ik ga jullie in deze ronde geen slaap verwekken, maar bizarre dingen over zijn ma vertellen. Want jouw ma heeft zoveel afkomsten gehad, dat ze binnenkort wat kleurloos wordt. Ik betaal er 2 keer 50 cent, haar contract is de nieuwe Europoort. Wow. Hey, en broeder, jij ziet eruit als Satan die seks had met je moeder. Zo hard in de kont geneukt dat ze spontaan moet gaan poepen. Ik stuur haar de bosjes in, jij kan dagenlang gaan zoeken of spuit haar vol met asbest, zo kan Taser weer beroepen. Ja. En tegen Pop Jorren zei hij, wat je eigenlijk wordt met een TSP, maar weg met... What the fuck zeg je aan, Mattie? Ik was dagen overstuur. Je klonk nog schever dan elkaar buis met wat dames in de buurt. Huh? Oké. Choker. Huh? Choker. Zeg. Huh? Ja. Ja. Zijn ze ook iets gedaan? Wat? Nee, niks zegt. Niemand. Veel. Hey! Luister, je kan me niet kwaad maken of aanraken. Ik zal je laten staan en staan plaatsen. Ik haat dwazen met lange haren die gehandicapte taal praten. Jouw kanker geen, laat me vaak dromen naar aanslag en ik kan je onverwachts op je kaak raken. Ik ga in St. Jesus of een flikker, je moet me niet aanraken. En hij staat hoger in de ranglijst. Toch ben ik in overmacht, want zijn delivery is als Hillary, omdat hij weinig stemmen overbracht. Ik kill hem onder zijn bed, bodybag is waar hij overnacht, of steek jou in je eyes, dat is negatieve oogcontact. Oh, yes.
Popcorn. Met die lange haren lijk je eerder op de moeder van Popjorn. Hey man, time man. Time. Ja. Stem op wie jij beter vond, rechtsboven. Officiële judgment is online over 2 weken. Like, deel, abonneer. Check je de volgende keer, man.